beginnen weer met een loopoefening. Tweede is het duur. Dan gaan we met tweetal een aantal oefeningen doen. En dan gaan we het grote parcours in piramidevorm doen. Nou, het is een training die boven lokaal is en regionaal. Ook opgezet in, mede door de KNWU. Ik ben dan bondstrainer namens de KNWU. En de beteren komen hier dus elke dinsdagavond hier in Kampen trainen. Voor, achter, voor, achter, voor, achter. En wegzetten naar benen, hè. Draaien in je heup. Ja, het is meestal wel interval. Excessief duur, intensief duur. Het is gewoon echt een mix. De ene training gaan we lopen, de andere training gaan we weer dit doen. Het is gewoon een hele variatie hier. De kombocht omhoog, omlaag. Pak ik jullie daar weer op. Want dan hebben we een nieuw stukje bij de talud van de KWCU. Gert-Jan Bosman is 17 jaar en laat zich dit seizoen goed zien in de juniorenklasse. Hij is de nummer 5 van Europa, werd in het Italiaanse Treviso tweede tijdens een wereldbekerwedstrijd en reed gisteren in België naar de derde plaats tijdens een wedstrijd om het superprestigeklassement. Ik heb nog niet een goed beeld van wat zijn specialisme is. En wat dat betreft is het echt, op alle parcoursen kan hij goed uit de voeten. En hij is behendig. En dat is gewoon een van de kenmerken die je moet hebben als veldrijder. Dat je lenig atletisch moet zijn. Ik ben op zich wel best wel technisch, ook omdat ik niet al te lang ben. Ik kan mooi inklappen onder boompjes bijvoorbeeld door. Dus ja, technische stukken liggen mij wel. En sowieso, als ik naar jouw lijf kijk ten opzichte van de rest wat hier rondrijdt, jij bent licht, denk ik. Dat is een groot voordeel voor jou. Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje te licht als je mijn vader soms hoort of mijn moeder. Maar ik ben altijd zo geweest, dus het is geen probleem, zeg maar. En ja, je haalt hier gewoon eigenlijk wel een voordeel uit. Ja, is het altijd een voordeel? Want op zware parcours kan ik me voorstellen dat je misschien daardoor ook kracht kunt missen, of is dat niet zo? Ja, als er heel veel modder ligt, kan je wel kracht missen natuurlijk, omdat je hebt minder spiermassa. Maar het gaat toch meer om de inhoud, of je mee kan of niet. Dus misschien moet je dan gewoon slim rijden. En als zoon van atlete Anita Bosman is Gert-Jan ook een echte liefhebber van het lopen. Het is gewoon toch iets extra's dat erbij ligt, niet alleen op de fiets zitten. Dus ook een stuk lopen, dat hoort er gewoon bij. En dan is het zaak om zo laat mogelijk van je fiets af te gaan. Ja, maar te vroeg, hè? Veel te vroeg van de fiets af. De fiets heeft snelheid en lopen gaat altijd een stuk langzamer en moeilijker. Dus eigenlijk is één pas, maar meestal doen ze toch wel twee of drie passen voor de hindernis en dan eroverheen. Met tweetallen steeds wisselen. Je mag hem eerst even rustig gaan rijden. Ja. Kom er mee. Halen we er ook bij, hè? Kom op. Hij geeft niet gauw op en wil toch wel een van de eersten zijn om bepaalde oefeningen te doen. En dat is gewoon goed, een leergierig en enthousiast zijn is gewoon perfect. En met die eigenschappen lijkt Bosman een potentiële opvolger van Tijmen IJsing, die ook uit Emmen komt. IJsing is de regerend wereldkampioen bij de junioren en maakte dit seizoen de overstap naar de belofte. Tijmen IJsing is zijn leeftijdsgenoten qua lichaamsbouw al ver voor. Hij is groot en sterk. Daarnaast is hij ook een hele goede veldrijder. En Gert-Jan is gewoon toch wat lichter. Kan wat makkelijker heuvel oprijden. En zij moet wat meer op de macht hebben. Bosman bereidt zich voor op de superprestige van zondag in Gieten. Hij kijkt ernaar uit om Drenthe te kunnen laten zien wat hij kan. Ik denk niet dat het echt een specifiek parcours is voor Gert-Jan. Maar meer voor Tijmen en voor Elmar. Je krijgt patsers. Ja, dat hebben we vorig jaar ook gezien, dat de technische jongens toch wat minder zijn. En de jongens die op de macht in de benen hebben, dat die wat verder kunnen komen. Het ziet er heel mooi uit. Ze hebben een trap erin gelegd, dus een stukje lopen. En ze hebben hem andersom gedaan, dus het wordt loodzwaar. En het wordt vooral zwaar, omdat Bosman komend weekend twee keer aan de bak moet. Ik heb de dag van tevoren heb ik eerst nog kokzijde. En ja, dat is een wereldbeker, dus daar moet ik ook heen, want daar sta ik tweede in. En ja, dan word je gewoon nog wel opgesteld en dan moet je naartoe. Dus het eerst kokzijde en dan gieten. En ik wil alle twee graag presteren. Ik zou hem zeker in de gaten houden. En als hij zo blijft doorrijden, dan zal hij ook waarschijnlijk wel geselecteerd worden voor de wereldkampioenschappen eind januari in Tsjechië, in Tabor. En als je je tijd neemt en je wedstrijden goed plant in het seizoen, dan kan hij nog heel ver komen. Ja.